Ben je aan het doen, Boas? Wat ben je aan het doen? Wat is Boas aan het doen? Pannenkoeken. Ben je aan het pannenkoeken eten? Ja. Mooi hoor. Goedemorgen. In het prachtige Denemarken. We hebben een superleuk Hans en Grietje huisje. Voor één nacht. Het is echt klein en fijn. 30 vierkante meter. Ja, ik zal het zo meteen ook even boven laten zien. Maar het is echt... ja, het is gewoon heel kneuterig en het is een super... Ik kan wel eventjes naar buiten kijken. Zal ik hem anders even overpakken? Zo, kijk. We zitten dus bij hele oude mensen. Die verhuren dit. En onze Jutta is ook mee. Je vriendin. Maar we zijn nu hier in dit plaatsje. Nieuwort. Nieuwort. In Denemarken. En ja, ik zal jullie even een house tour geven. Jullie? Hoe heette dit? Voor onze privé-mensen. Ja, nee. Hoe heette dit huisje nou? Je had iets van huisje traveling of zo. Oh, travel back in time. Travel back in time. Ja. In, nou ja, dit is het adres. Echt wel. Ik vind het wel een aanrader. Superleuk. Zijn jullie klaar? Of willen jullie nog meer pannenkoeken? Heb jij je handjes gedaan, lieverd? Of je moet even je handen wassen bij de kraan. Maar goed, travel back in time. What? Ik heb dus het idee dat die man van hier... What? Dat die dus iets met schepen of zo... Misschien wel... Wat is met je handjes? Wat is dit? Marinier is geweest of zo. Want er is overal iets met captain en met hier. Certificaat. Naar de wc-douche. Oh, dit is de Kilimanjaro. Ze zijn dus ook op de Kilimanjaro geweest. Ja, dat kan toch? In Tanzania. Nou ja, zo hangen hier overal dus, ja, dingen. Ik heb het idee wel privé dingen van die mensen. Maar daar hangt ook een foto van een vrouw. En hier hangen ook allemaal borden. Mama. Met schepen. Maar we moeten laten zien. Hé, ben je ook handjes aan het wassen? Nou, een toilet. En daarachter een douche. Heel klein. Maar fijn. Nou, dan gaan we hier naar de trap, naar boven. Ja, waar moet je hier? Daar hebben we geslapen vannacht. Je hebt geen toilet. Kijk. Oeh, het is hier echt heel laag. Bedjes, twee bedjes. En overal hangen lijsten en persoonlijke dingen. Het is echt zo ontzettend. Ik vind het echt bijzonder. Dat hier mensen in kunnen wonen. Kijk, ik kan hem hier, kan ik de tuin laten zien. En daar zit de eigenaar. De eigenaar zit daar ook. Maar dit is het dorpje. Daar. Alleen maar van deze huisjes. En er is ook een restaurant. Ja, we zijn gisteren ook bij een restaurant geweest. Mark en ik hebben op de slaapbank gelegen. Bye. En nou, dit is het. TV. En we hebben hier ook gewoon wifi. Dus dat is top. Het is echt heel, ik vind het echt heel bijzonder om hier een nachtje te hebben mogen slapen. Nou, we gaan nu naar beneden en we gaan de rest inpakken en dan gaan we gewoon kijken wat we verder gaan doen.
Goedemorgen vanuit Zweden. We zijn gisteren de brug overgegaan en zijn we naar Zuid-Zweden gereden. En we hebben lekker geslapen. Beetje kort misschien. En nou ja. Maar goed, we zijn er. En dit is onze kleine cabin. Ik zal het even zo doen. Het is allemaal heel klein. Maar precies genoeg voor ons nu. We staan op de camping. Camping Landgas Jonas. In? Zuid-Zweden. Ja, Zuid-Zweden. Maar hoe heet dat dorpje, plaatsje? Ja, ook, eigenlijk heet dat ook langer was. Ja. Vlakbij Assarum. Assarum, ja. Nou. Laat jij die maar even boven staan voordat die valt. Ja, dat snap ik allemaal wel, dat je even wat wil. Lekker. Ja. Yeah. Mark heeft gisteravond broodjes besteld. En die zijn nog warm. Dus die gaan we lekker eten nu. Goed? Ja? Nou, en... Nou, we worden lekker meer hoor. Ik kost helemaal niks eigenlijk. Dan gaan we vanmorgenochtend meer doen. Het regent nu. Gisteren ook. Gisteren regende het ook, maar... Ja. We hebben er eigenlijk helemaal geen hinder van. Dat is het sanitair gebouw. Kun je koken. Je kunt er douchen, toiletten zijn er. Alles is er. Sauna. Sauna zelfs. Maar het ziet er allemaal heel schoon uit. Is allemaal heel netjes verzorgd. Dus ja. Ver boven de dorp. Ja, echt. Het is een 3-sterren camping, hè. Maar... Echt? Ja. Ik vind het wel 5 hoor. Echt wel. Goed eten. Nou, we gaan lekker eten. En Jutta is er ook, hè, Moepie. Ja. Een berenvel. Nee, dit is een wolf. Is het echt? Ja, het is echt. Mama, wat is dit? Wat is dit voor een vos? Nee, ik bedoel dat. Van een. Weet ik niet. Nee, ik bedoel dit. Kijk, dit is een vos. Nee, maar dit bedoel ik. Dat is een skelet van iets. Nee, een schedel. Dit is een vos. Mama, kom eens kijken. Die is zo zielig. Nee. Oh mijn god, dat is een links. Oh, dit is toch een otter? Ja. Ouder. Hoe koud is het? Maar nog net prima, mama. Ja, het was net wel goed. Maar... Ja. Yummy, 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 yummy. In ieder geval geen water meer, voorlopig. Nee, er is genoeg regen gevallen hier. Ja. Ik had nog gisteren blusje heet omdat ik een paar kilo eten heb afgelegd.
Ja. Go, 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 go. Jutta. Jutta houdt wel van het Scandinavische leven hier. Hé, Moppie? Even aan de andere kant denk ik even proberen. Jutta heeft een botje. Kijk, ga even hier staan. Laat haar maar, Bo. Heb je een botje, Jutta? Die wil je niet delen, hè? Dit is onze creatie. Blijft het staan? Juist een lepel. En als het hier zo. Oeh. Oeh. Oh ja, lele. Nee. Kunnen we weer overnieuw beginnen? Yay. Zeg het al. Ik heb toch. Hé? Nou, we leggen het allemaal eventjes weer terug. Nee, dat is het toch niet? Nee, we moeten wel even hier een grap even vrijmaken. Nee, ik wil deze allemaal houden. Ik wil ja. We leggen eens even naast de hut neer. Sommige asfaltwegen slechter, hoor. We zijn nou heel dicht bij huis, dus. Nou. Ja. Feest. Feest. Mark heeft ook eens een idee. Hola die. Die denk, ga ik eens even off the road rijden. Kunnen we niet meer verder? Ook niet even een bord neerzetten dat het doodlopend is. Nee. Nee, gewoon. Maar? Kijk, jullie hebben het beginstuk gezien, maar dit is best wel lachen. Heb je hem in één keer? Ja! Kijk maar, hij zit erin! Wow, is goed! Nee, nou, boa's! Nee, boa's! Nou, zet er maar eentje neer dan! Waar zijn we nu eigenlijk? In welk dorpje? We zitten in een gehucht. Vlakbij Stenshuvud Nationaal Park. Ja,
En Mark zegt, ik ga hier even koffie halen. Is dit het bolletje? Ja, je mag een bolletje. En dit is de eerste cappuccino met havermelk die wij hier gaan drinken in Zweden. Ja. Überhaupt. Kijk, onze vakantie is begonnen. En Jutta houdt even op. Oh, je hoeft niet alles op te drinken hoor. Oeh. Wat is er? Goed? Ja, gemist. Ja? Nee, ik wil lekker? Nee, ze hebben hier alleen maar zwarte koffie. Ja, ze hebben hier natuurlijk wel cappuccino, maar dan gewoon met koetjesmelk. Niet met havermelk of zo. Nee. En weet je wat zij vertelde? Nou? Onze vrouw in de bakkerie. Nou? Die zegt, ze drinken in Stockholm allemaal cappuccino met havermelk. In Stockholm? Ja. Moet ik toch in Stockholm? Ja, dat is voor mij te ver nu. Oké, maar in het platteland is dat nog niet helemaal neergedaald, zeker? Nee. Maar dat is in Nederland net zo. Kom hier. Je taal ophouden nu. Dat krijg je binnenkoek. Stoppen nu hoor. Maar dit smaakt wel goed naar... Blaven. Bijna een week. Blaven, normaal hoor. Wat is de verleden tijd van blijven? Blaven. Blaven. Oké. En? Ja, mag ik even kijken, want het zijn dus echte bakkerijen. Dit zijn geen... Oeh! Die is wel heel groot. We hebben van die kleintjes altijd. Dit zijn er echte. Oh, ik denk nou, ik krijg er een. Heb je honger dan? Ja. Het is bijna 12 uur, hè? Het is bijna 12 uur, hè? Oh. Ga jij rijden? Nee. Ik moet even een raam open, want het is hier... Oh, ze hebben genoeg gedronken. Boas! Maar nu... Oh. Papa, Boas zit... Hij wil nu echt een broodje eten. Boas, kom hier. Papa, hier. Krijg je zo weer meer. Ja. Boas. Bij welke plekje zitten we nu? Ik kan niet leven. Dan wat ik heb, een lekker balletje met zaadjes. Staat niet op de zak? Zak? Staat hier op de zak? Minka, wil je hem even in de deur doen? Nu! Ja, ik kom eraan. Nee, nu! In welke plekje zitten we? Dat gaan we nu zien. Nee, hier dan. Ja? En er staat wel bij dat je aan de verkeersregels moet houden, ja? Papa. Brusarp. Brusarp. Papa. Brusarp. Papa. Koffie met havermelk. Minka, hou eens op te zeuren. Die dan. Ja, oké. Nou. Zo dan. Geniet om van dit moment. En tijd voor ronde 2 straks. Nog één. Kom je op de terugweg langs? Ja, goed idee. Oké. Nou. Nog een broodje. En daarna gaan we naar Sten Suvis nog wat. Dat had ik al gezegd. Dus, see you later. Thank you.
enorme sloot koffie voor je. Ja. En jij niet lopen filmen? Ja, ik heb. Ja, wat ik heb. Ik ben gedegradeerd tot krokmeisterin. Camping trut. Krokmeisterin. Ja. Nice, hè? Dat je ooit nog aan de krok ging. Ja, ik heb crocs aan, jongens. Dat is toch echt wel, ja. Dan ben je toch wel zwaar gedegradeerd. Ja. Dan heb je toch wel een steekje los, hè, dat doet. Van Louis Vuitton naar crocs. Ja. Ja, maar goed. Koffie. Is net iets anders. Maar wel met havermelk. Ja, ik kan niet wachten tot degene met schuimbril heb thuis. Ja, en Ik heb gedoucht. Wat een vies punk. Ik heb mijn angst overwonnen om in zo'n douchegebouwtje te gaan douchen. Ja! Die mensen die gaan het gluren warm in. Nee, dat kan daar dus niet in dat douche. Daarom wilde ik exact dat douche hebben. Waarom zou dat niet kunnen? Spiegel eronder en ze gluren. Ja, eronder door, maar dat kon nog net niet. Maar goed, met deze aan. Want anders dan vind ik het echt heel vies. Ja. Ging het dus eigenlijk best wel goed. En ik heb twee keer. Hij werd dus één keer koud. En toen heb ik kaarten nog een keer voorgedaan. En heb ik 8 minuten gedoucht, jongens. Ja, moet je thuis niet doen. Dat scheelt een hoop geld. Nou, ik had mijn haar dus al klaar, hè. In 4 minuten. Toen moest ik mijn body nog doen. Vandaar die 8. Hè. Ja, onze milieuvriend. Thuis gewoon een half uur douchen altijd. Nee, dat is niet waar. Nou, 3 kwartier dan. Nee, maar ik douche thuis niet zo vaak, hè? Nee. Kijk, en Jutta. Die. Kostje op koffie? Ja. Onze Jut. Met de kut. Die is aan het zonnen hier. Is gewoon heerlijk aan het liggen. Meestal joelt ze de hele camping bij elkaar, maar nu ligt ze gewoon super rustig. Nou, daar ligt onze tafel van de kinderen helemaal vol met steunen en takjes en knutselkleurspullen. Oh god. Oh hemel, hebben ze een vriendinnetje op de laatste dag? Nou. Ja, dat was gisteren ook al. Oh, dat was gisteren ook zo. Nou, oké, okay, dan gaan we straks in dat gebouwtje gaan we nog eten koken. Kijk. Deze lopen hier ook rond. Heel veel. Thank you.